Bij de jarige Job. Wat ben je geworden? Hey. Wat ben je? Dames en heren, what's up? We zijn weer bij de fitness. We gaan triceps en biceps trainen. Ik neem jullie mee. Wow. Het al gezien in mijn vorige vlog en dan ook in deze vlog. Mensen vragen het ook: Tim, wat is er met je tand gebeurd? Nou, ik ga het jullie vertellen. Door een stukje chocola is mijn tand afgebroken, maar geen zorgen, daar komt nou een eind aan. Ik ga nu naar de tandarts. Ik laat het nog even één keer zien. Zo, ik ga dus nu naar de tandarts. En zometeen gaan jullie het resultaat zien. Dan zet er weer gewoon een gloednieuwe tand in. Ik neem jullie mee. Tot straks. Ik kom net van de tandarts. En wat is het resultaat? Een prachtig gebit. Mijn tand zit er weer in. Ik ga nu weer naar mijn werk. Oh, want het is vrijdag, het is weekend. En nadat ik naar de tandarts ben geweest en lekker heb gewerkt, gaan we nou weer iets leuks doen. Het is zondag vaderdag, dus ik ga even iets leuks kopen in Terneuzen. Ik neem jullie mee. Weg. Dan zijn we nou in de Noordstraat. Want zoals ik al zei, zondag is het vaderdag. Dus ik moet nog even een leuk cadeautje voor mijn pa zoeken. Let's go. Yo, dames en heren, what's up? Het is weer een prachtige dag. En elke dag is er dan iemand jarig. En vandaag ook dus. Ik ga naar een verjaardag toe. Jacco en Jacqueline. Bij de jarige Job. Waar ben je geworden? Hey. Box. Waar ben je geworden, Jacco? Even kijken hoor. Even rekenen. 3 opschrijven, 2 bewaren. Hallo. 56. Hallo. En wie zijn jullie? Gefeliciteerd. Hey, hoi, dankjewel. Ik ben de zus. Ik ben de zus. Sonja. En ik ben niet de broer. Niet de zus. Gefeliciteerd. Maar waar ben je geworden, Rob? 56. We gaan even naar Robben toe. Ah. Ja, toch. Mijn grappie. Hallo, wie bent u? Ik ben Tante Katrien. Tante Katrien. Hey Tim. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Gaan we nou even naar Jacqueline toe. Even kijken. Jacqueline, hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, Tim. Ontzettend leuk. Ik ben vlogen. Geweldig. Ja. Gefeliciteerd. Ja, merci, vriend. En van de verjaardag zijn we nou in Heikant. En wat gaan we in Heikant doen? Het is nou eventjes een pitstop voor het album Raptijd dat binnenkort gaat komen. En daar is die. Onze grote vriend. We gaan een dikke, vette cover maken voor het album dat binnenkort gaat komen, Raptijd. Ik heb er super veel zin in. Ik sta nu dus voor de deur. Ik verwacht dat hij zo wel open gaat doen. En er is die! Hey Chris, what up jongen? Ben je aan het filmen? Ja man. Hi. In de booster vlog. Kom in de booster vlogs. Ja toch. Kom binnen, G. Dit is dus de nieuwe osso van Chris, mijn manager. Een kat. We gaan eens even kijken, we gaan eens even een dikke vette cover maken voor het album. Kom. Yo, de schets is gemaakt, is bij mijn gappie Chris. En jullie zien later wel over een paar vlogs
hoe de schets is gemaakt, zeg maar. Je weet toch, hou het in de gaten. Fijne zondag, alle vaders, want het is vandaag Vaderdag. En het is een prachtige dag. Laat dat even duidelijk zijn. En ik heb natuurlijk ook een vader. En wat voor vader? De bulldozer. Ik ga nou even mijn cadeautje pakken. Ik heb afgelopen vrijdag verteld wat het is. Even de deur op slot doen. Ja, soms moet je je vader ook eens een surprise geven, toch? Shampoo en deodorant voor Feyenoord, want hij is voor Feyenoord. Zijn benieuwd wat iedereen van het gat vindt. Nou, ik geef het nou aan mijn pa. Oh, dat moet gefilmd worden. Ja, hey, dit is de papi. Ja, Vaderdag en ik krijg een cadeautje. Ik zit eerst hier al de macaroni, dat is ook een cadeautje van Tim. Oh. We zijn heel benieuwd. Ingepakt. Aan de achtergrond hoort u een chif chow. Oh, kijk nou! Hier! Feyenoord deo! Nou, ben je blij? Ja, die wou ik altijd naar zo gaan. Oh, lekker hè! En wat hebben we erbij? Een kokkadootje. Ja, dit is waarschijnlijk Feyenoord shampoo. We gaan even kijken of het inderdaad zo is. Het zit in tamelijk hetzelfde papiertje. Het zal niet ook een deel zijn, het zal wel ook een deel zijn, maar het is iets heel rood. Jouw wel, let op, komt er zo. Wow! Wat is het? Daar kan je wel een tijd mee doen, denk ik, hè? Oh, het is douche en gel. Dat is om te douchen ze van pa. Je stinkt altijd zo, was je een keer. Alsjeblieft, cadeautje. Ja. Hartstikke bedankt. Ben je blij? Ja. Super, thanks. Ja. Fijne vaderdag iedereen. Vaders zijn we blij. Alle moeders zijn we blij. Zeker mijn ouders, want ik heb gekookt. Ik heb in de tuin gewerkt. We hebben macaroni carbonara alla busta gedaan. Het was hartstikke lekker. Ik heb zelf ook natuurlijk geproefd. Mijn vader is blij met zijn cadeautjes. Deodorant en een fles grote shampoo. En ik ga deze vlog 5 eindigen.